recommenderen. Is hij nog helemaal dicht? Hij is nog helemaal dicht. Ongeopend. Oh, maar wil je nog even? Ik heb ontzettend resultaat gekregen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier, gasten. Ik ben Martijn. Wij hebben een leuke aanbieding voorbij zien komen. Het is namelijk zo, als je bij een bepaalde elektronica winkel, waar we de naam niet van gaan noemen, een televisie koopt ter waarde van 4000 euro, waarvan we het merk ook niet gaan noemen, krijg je een telefoon gratis van 1000 euro, waarvan we het merk ook niet gaan noemen. Want we willen natuurlijk geen gezeik met de merkjes. Misschien zien ze wel voorbij komen, maar goed, dat is dan niet aan ons. Anyway, het plan is, als wij dan een televisie kopen en hem weer terugbrengen, gaan ze dan ook om je telefoon vragen. Zo niet heb je dus een gratis telefoon van 1000 euro. We gaan het voor jullie uitzoeken. Ja, voordat we een televisie van 4000 euro gaan kopen, willen we wel een beetje weten wat nou de spelregels zijn. Dus we gaan even een... Oh, shit, dat mag ik niet zeggen. Oh, werd dat nou gepiept? Gelukkig, ik ben gered. We gaan even naar de... om te checken hoe het nou precies zit. Wat zoek je precies? Kijk, zag ooit op de website. De televisie waar je een kerkzaam bij zou krijgen. Die was 4000 euro uit mijn hoofd. Ja, dat is die. Is deze? Oké, ik kies voor 500 euro cashback of de Galaxy S20. Ja, dat komt mij best wel goed uit, dan zie ik het niet meer mobiel nodig. Maar even denken, dus, wat moet je dan doen om die te krijgen? Dat krijg je ook eens later. Ja. Moet je registreren. Ja. En dan wordt die telefoon naar je huis toe gestuurd. En hoe lang duurt dat? Ja, dat gaat echt via snap je? Dat gaat via dat durf ik niet te zeggen. Wat hebben we nou geleerd? Je kan inderdaad een televisie kopen voor 4000 euro. Dat is goed nieuws. Dat kan dus gewoon. Dat gaan we ook doen. Want je krijgt inderdaad een gratis telefoon erbij. Het probleem is wel dat je niet gelijk meekrijgt. Dus dan moeten we waarschijnlijk nog even wachten. De televisie zo lang mogelijk heel houden, want anders is het wel heel erg zonde. Want ik ga persoonlijk geen 4000 euro voor een televisie neerleggen. Nee, het zou ook wel heel lekker zijn als we binnen de 30 dagen, want binnen 30 dagen mogen we retourneren, ook ja, van die telefoon krijgen. Dat is een goeie. We gaan het doen. We gaan het proberen. Dus we gaan naar een nieuw filiaal van TV kopen. En there you go. Dit was hem toch? Dit is de TV. Ja, Galaxy S20. In Nederland. En krijg ik een gratis telefoon erbij? Ja, gaat via de website. Hebben we nog iets aan kabels nodig? Nee, helemaal. Maar heeft u allemaal dan? Ja, het zit precies op mijn budget. Ik kan niet meer van mij uit kan je dat krijgen. Dat oh! Dus zou die een kabel willen? Ja, alles wat er gratis bij kan komen, dat willen we. Dus ik krijg nog een paar leuke kabeltjes erbij. Super, dankjewel. Ik weet niet of we hem hier op de voorraad hebben. Ook niet in Haarlem, aan de voorraad. Ik zie hem wel in Haarlem. Haarlem. Oké, Mardi, je hebt net een tv gekocht van 4K. Ik heb net een tv gekocht van 4K, inderdaad. Ik heb hier het bonnetje. Want ik heb nog geen tv. Wat gaat hier mis? Ja, één bon bewaren we, want daarmee retourneren we hem. En met de ander halen we hem op. Hier gaan we de tv mee ophalen. Want ze hadden hem in Amsterdam niet op voorraad. Maar dat gaan we natuurlijk wel wegbrengen. Sowieso. Hey, en nog een ander dingetje. Je hebt een kabel erbij gekregen van 100 euro. Ja, dat is ook wel leuk. Dit is een speciale kabel voor een 8K tv van 100 euro. Denk je dat we die kunnen houden? Als we zo meteen een tv retourneren. Dat we deze kunnen houden. Want die hebben we apart afgerekend, hè? Deze hebben we helaas apart moeten afrekenen, omdat we hem dus vandaag wilden hebben. We gingen sowieso voor die telefoon. We gingen voor die telefoon, die kabel kan nog gestolen worden. Waarom? Laten we de tv ophalen. Hallo, welkom. Ik kom een tv ophalen. En niet zomaar eentje. Nou, die, waar staat die auto? Ja, daar. Dit is ons rolluik, zeg maar. Ja. Oké, dan zit de rijbaan nu heen. Helemaal goed. Wat een gigantisch ding is dit. Dit gaan we nooit meekrijgen. Oké, laten we het even passen en meten. Laten we in ieder geval proberen. Hey Joost. Ja. Hoe gaat dit passen dan? Jij gaat rijden. Ga je zitten? Ja. Ik ga niet met jou in de auto zo. Je zit al keihard uit te lachen daar. Gast,
Je hebt geen idee hoe ik zit. Ja, maar oprecht moet ik niet rijden. Nee, want ik kan daar niet tussen. Kijk hoe jij zit. Ja, gast. Jij zit nog verder naar voren dan ik. Ja, maar... Dit is de enige manier voor mij dat ik in de auto pas. Kun je die achteruit wissen misschien even? Ik weet niet hoe! Ik heb een knopje aangeraakt. Ik weet niet welke het is. Het is jouw auto, Martijn. Jij moet weten welke het is. Dit is al heel lang jouw auto. Helemaal niet. Het is jouw auto. Helemaal niet. En daarmee is het gezegd. Je hebt hem samen met Niels gekocht. Jullie delen hem. Stelletje paupers. Ik heb gewoon een Volkswagen Golf. Dat kun je gewoon zien in de waarom video. Waarom zijn we dan niet met de Volkswagen Golf? Want ik heb geen auto. De Golf is te klein, Joost. Ik heb dit voorzien. Dit is deze is ook te klein, Martijn. Kijk even. Dit is ook te klein. Oké, wij is uit. Dus we kunnen. Ja? Ja. Mooi. Oké. Nou, hou je vast. En gaan we. Jezus. We zijn er. Oké. Ik denk dat we deze even in de berging gaan knallen. Voor het geval er iets mee gebeurt, dan gaan wij gelijk eventjes die telefoon aanvragen. Dan moet je volgens mij allemaal dingen voor invullen. En we hebben die zo snel mogelijk nodig, want we hebben natuurlijk nog maar 30 dagen. Want deze moet terug. Dus de eerder de beter. Dus laten we gelijk eventjes een aanvraag indienen om die te krijgen. Dan hoef je het ook niet te piepen. De telefoon die niet benoemd mag worden. De telefoon is juist binnengekomen, net op tijd. De televisie kan nog teruggebracht worden, gelukkig. Anders waren we nu 4000 euro lichter. Ik ga Joost ophalen, televisie wegbrengen. En dan is de vraag natuurlijk, moeten we deze telefoon inleveren of mogen we hem houden? Ik hoop op het laatste. We gaan nu. Ja, jongen. Zitten we weer. TV'tje. Grap. Doe nou even zicht, want ik zie je binnen, ja? Hier ook. Dat is het zwaar, zeg. Okay. Hallo. We zetten hem hier neer. Oh. Is hij nog helemaal dicht? Hij is nog helemaal dicht. Ongeopend. Ik heb ontzettend ruzie thuis gekregen. Ja, ik heb de deur uitgedaan. Pisseling. Heb je bord voor open? Ja, dat heb ik. Ik had ook een hele kabel voor aangeschaft. Voor 100 euro, omdat het een 8K televisie is. Ja, snap ik. Nou, daar heb ik natuurlijk ook niet gedaan. Dus eigenlijk kom ik deze beide retourneren. Ja, 3 weken ruzie over gehad. Ja, logisch hoor. Even kijken of er geen barsten en scherp zitten. Oh nee, tuurlijk. Geloof ik helemaal. Het gaat wel om... Doezoes? Vier doezoes, zoals we dat op de straat zeggen. Hij was vlakbij, dus. Hij is helemaal goed, toch? Heb je de pas nodig waar ik mee betaal? Is die weer insteek? Ja. Zo hier zo? Wil ik 4000 euro? Ja, graag. Deze jullie? Ja. Daar staat precies op wat ik gedaan heb. Ik heb hem dus naartoe genomen. De bon houden hier. Dit bedrag wordt dan naar je overgemaakt in de 7 dagen. Op helemaal goed. Ja, de televisie is weggebracht. Ze hebben niet om de telefoon gevraagd. Dat betekent dat die nog in mijn bezit is. En volgens mij is dan bij deze het item gewoon geslaagd. Misschien krijgen we nog een mailtje of een belletje. I don't know, tot dusver niet. En als dat niet verandert, zal dit item gewoon zo blijven staan zoals hij nu staat. Ik kan me voorstellen dat ze na deze aflevering de regels wel iets gaan aanscherpen. Maar goed, volgende week zijn we gewoon terug met een nieuwe truc. En like en abonneer als je niks wil missen. Doei!